Marcus en welkom bij weer een nieuwe vlog vanuit Parijs. Celine en ik zijn zo net aangekomen in Parijs voor een event van Nina Ritchie. Zijn we hier? Ik denk voor de lancering van het nieuwe parfum. Barbara Pavey gaat daar ook zijn en zij is het gezicht van het groene appeltje van Nina Ritchie. Dus ik gok dat het daar iets mee te maken heeft. En we logeren in de Hoxton. En het ziet er wel echt heel mooi uit. Ik zal eens filmen. Hier heb je het bed. Ik heb speciaal twee aparte bedden gevraagd. Omdat Celine wel soms stinkt s'nachts. En hier zijn kasten. Wat staat hier eigenlijk in? Tassen. Een kluis, tassen, een theemaker. Yes, en we hebben badjassen! Yeah. Ja. Dat kunnen we aandoen, hè. Een bureautje, een tv, een glazen en een box. En nog een bureau. Oh, twee bureaus. Ah, dat zal eerder zo'n make-up tafel zijn. Zeteltjes. Ons uitzicht is gewoon een straat in Parijs. Dus niet zoveel uitzicht. Maar wel super mooi. Hier is de badkamer. Hier is ook nog een grote spiegel trouwens. En dan is hier de badkamer met een inloopdouche. Het is best wel een grote badkamer, hè? Ja, ja. En een wasbak, toilet. Zeer handig. Ik moet mij wel douchen, dus ik ga mijn haar douchen. Ja, maar ik denk deze avond voor ik ga slapen. We hebben roomservice besteld. Super lekker. Ik heb frietjes met een asperge slaatje. En Celine heeft een croque monsieur. Oh, ik heb zoveel honger. We hebben net ook een napje gedaan. Want Celine was moe, want zwanger. En ik zei, ja, is goed, ik doe wel mee. En thuis gaan we ons klaarmaken voor het event. Maar we hebben nog een uur. Dus, komt in orde. Mm-hmm. Er is net op de deur geklapt. En alsof roomservice nog niet genoeg was, hebben we Nina Ritchie presents gekregen. Hey. Oh my god. Wauw, hoe mooi ziet dat eruit. Yeah. Ik ben kei benieuwd. Wat is er beter? Naps, presents en roomservice. Echt waar, zalig. We zijn aangekomen op het event van Nina Ritchie. Het is echt super mooi. Oh, wauw. Echt zo'n tuin vol met tafeltjes en plekjes om iets te bekijken en zo. Een DJ is er ook. Dit is trouwens mijn outfit. En Celine. Ik ben benieuwd. Iedereen. Ik heb gisteravond niks meer gevlogd. Ik ben gaan douchen. En dan ben ik gaan slapen. Ik ben echt stik kapot. Wauw, mooi. Dat is kei gezellig. Ja. Ja, Celine heeft zwaar hoofd. Te veel gedronken, weet je. Pregnancy kwaaltjes. Ik heb ook wel niet zo goed geslapen, maar ça va.
En we hebben net ons ontbijt gekregen. In een zakje. En wat zat erin? Fruitsap. Banaan. En een yoghurtje met granola. Ga ik wel niet genoeg mee hebben. Want die yoghurt mag ik al niet eten. Dus, maar we hebben ook nog een bonnetje voor beneden. Een croissant of een chocobroodje of zoiets. Ja, te halen. Ja, daar heb ik ook zin in. Dus dat gaan we ook nog doen thuis. Ik ben ook thee aan het maken. Het was gisteren trouwens nog echt heel tof. Barbara en hoe noemde die andere? Estella en Sanja waren echt super lief. Waren echt zo wel down to earth en grappig. En ja, ik had dat niet verwacht eigenlijk. Ik dacht dat die Barbara zo meer zo uit de hoogte ging doen. Zo. En dat ging doen van, ah, look at me. I'm pretty. Maar die was echt super lief. Ook als je een foto met haar maakte, die deed zo grappig en fijn. Ik weet niet, het was wel leuk. Het was echt wel een heel cool event. Dus dat is wel echt tof. Ik weet ook niet als ik gisteren dit heb gefilmd. Ik weet echt niet meer. Maar we hadden gisteren nog op de kamer een cadeautje gekregen. Het parfum. En hier zitten zo allemaal vakjes. Hier is een USB-stick in. En patches. Super tof. We hebben gisteren trouwens ook een t-shirt gemaakt s'avonds. Maar dat hebben jullie wel kunnen zien. En daar zijn zo patches op. En dan, wat zit hier nog in? Ah, hier zitten nog zo pins in. Voor ergens op te pinnen. En stickertjes. En dan hier zat nog een... Oei, wacht, ik heb dat niet te goed toegedaan gisteren. Een kroontje in. Dat is echt super mooi. Kijk, wauw. En dan, ja, hier zit natuurlijk het parfum in van Bella, waar Barbara Pavey het gezicht van is. We hebben ons eindelijk klaargemaakt. Het is 10:30. We gaan onder nog een broodje eten. En dan gaan we denk ik werken voor de webshop. En daarna denk ik dat we gewoon naar Parijs, in het stad hier gaan, in Parijs. En chillen, but we will see. Eerst werk voor de webshop. Hey guys! Hier zijn we weer. We gaan in de lift. Maar dat is blauw. Sky blauw. We're so blue, we gaan eten. We hebben de hele dag gewerkt. Work. Ja. En nu gaan we eten. We gaan bowls eten. Maar ze hadden daar nog lekkere dingen, hè? Ja. Ik weet niet meer wat, maar wel nog lekkere dingen. Dus dat gaan we nu doen. Dat is hier in de buurt. We zijn er ooit al eens gaan eten toen we in een ander hotel zaten. Dus we're going back, hè? Ik heb er zin in, want ik heb echt honger. Nee, dat is mooi hier. Hier kun je buiten, ja. Gaan we eens kijken. Ja, misschien wil ik hier wel een foto. Yummy, onze bowls zijn er. We hebben bourbon bowls. Ik met beef en chicken rolls. En Celine met chicken rolls. Yummy, smakelijk. Hello friends. Hello. Hello. Welkom. We zijn terug van het eten. We zijn echt naar de Sephora geweest. We got some masks. We hebben onze schmink al afgedaan. Ik heb het alge face mask. Oh, ja, dat staat algae. Staat er. Detoxifying. Celine heeft het brightening tomato face mask. Pomegranate. Ah, pomegranate. Ja. Pomegranate. Ja, die. Dan hebben we allebei voor onze ogen avocado masker. En dan heb ik nog voor mijn lippen, omdat mijn lippen zo kapot zijn en ik een buist heb boven mijn lip. Het lippenroze masker. Dan heb ik nog een sleeping mask in pomegranate. Pomegranate, ja, deze. Dat is hetzelfde. Oh mijn god, ik kan er niet zoveel doen. Ik heb volgens mij een heel mijn neem als pomegranate. Pomegranate? Nee, volgens mij is het pomegranate. Verschil. Ik ben niet zeker, ja, als ik dat maar eens op. En dan heb ik ook nog een oogschaduw gekocht.
iets bruin en iets lichter bruin. Ja, je gaat dat zo niet zien. Maar alleszins, alles was afgeprijsd. En ik dacht, ik doe het, hè. Ik doe het. Celine gaat het opzoeken, hè. Hoe het zeggen. Granaatappel is dat, hè? Ja, granaatappel. Pomegranate. Wacht, hè. Pomegranate. Oh ja. Pomegranate. Toch meer zoals ik het zei. Yes. Pomegranate. Dat zou toch cooler zijn, hè? Ja, maar dat klinkt als een grenade, hè? Dat was iets keert te zien. Dat niet. Ja, maar. Ja, oei. Dat is van mijn muffin. Hey. Ja. En wat lach je met mijn grenade? We hadden ook nog snacks gehaald en ik had een muffin van de Starbucks, blueberry muffin, maar het was not good, hè. Not good. Maar ja, oké. We gaan onze maskertjes zo doen en nog op de laptop werken. Ja, de pomegranate. Het zit erop, hè. Ja, het ziet er zo veel smoother uit. Ja, het voelt dat niet zo smooth. Hij heeft zoveel rimpels. Ja, aan de ogen is dat wel niet zo smooth, hè? En dan op mijn mond, dat past niet smooth. Ja, kijk hè. Oei. Ik ga niet zo hard lachen. Oké. 15 minuten intrekken. Het is ondertussen 11 uur en wij gaan slapen. Echt stik kapot. Echt super moe. Ik hoop dat ik deze nacht wat beter slaap dan vorige nacht. We shall see. Ik ga hier ook de vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk. Dus zeker thumbs up. En wij zien jullie morgen.